Yo, what up Wilbro's! Het is weer tijd voor een spectaculaire video. Dus als je hier bent voor een spectaculaire geweldige video, ben jij op het goede adres. Er is natuurlijk weer een nieuwe simulator game rond. Ik speel Deer Simulator nu, net als andere YouTubers. Maar ik heb nog niks van de game gezien en ik ben heel benieuwd wat ik allemaal kan doen in de game. Dit is totaal blind! Als je blind bent en je kijkt deze video, no offense. Hou jij van rendieren? Laat dan een duimpje omhoog achter en vergeet natuurlijk niet te abonneren. Als je nog niet geabonneerd bent. Ik ga het bommetje nog doen, maak je me geen zorgen. Dus als ik een comment zie over dat ik snel een bommetje moet doen, ben ik boos op je. En dan gaan we nu de game spelen die ons laat ervaren hoe het is om een hekje te zijn. Dit is wel een interessant hoofdmenu, moet ik zeggen. Dit is wel een redelijk interessant hoofdmenu. Kijk, hij volgt mijn muis. Oh nee, hij verdrinkt. Oh nee, oh nee, ik ben hem echt aan het verdrinken. Kijk, hij is aan het spartelen. Hij is dood. Het hert, we kunnen niet meer spelen, want het is dood. Hij spartelt niet meer. Wauw, we zien dus een prachtige aardappel voor ons. Oké, hij zoekt in. Waar komen we terecht? Hoppakee. Oh, we zijn een gewoon hertje die gewoon rustig ligt te slapen in een plek met een gigantische koe. Een neergestort vliegtuig. Auto's. Een random vloer hier. En een persoon die daar zit te kijken. Hè? Hij viel niet. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Kijk dit loopje dan. Wat is dit nou weer? Ik wil mensen aanvallen. Kan ik jou aanvallen? Oké, nu is die dood. Nu ben ik dus een deer. Kan ik nou met mijn lange nek? Kan ik ook iets met mijn lange nek zo? Wow! Kijk, tussen deze twee gebouwen kan ik perfect slingeren. Kijk, oké, we gaan. Wow! Wat is dat? Een gigantische koala. Oké, maar dat was perfect. Dat was perfect. Als dat niet een mooie move was, dan weet ik het ook niet meer. Oh nee, ik ben dood. Ik ben dood. Ik denk dat ik gewoon zo hoog mogelijk moet komen. Hoppakee, kijk. Kijk eens. Kijk, zo doe je dat. Dit was heel simpel eigenlijk. Dit was echt de makkelijkste manier om hier bovenop te komen. Om te gewoon te slingeren. Laten we kijken of hier sowieso nog wat interessante dingen boven zijn. Bro, hier is een zebra. Wat kan ik met deze zebra? Ik zit nu op een gigantische zebra. Dit is toch wel een ervaring. Wow! 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 Wow, dit is super trippy. Dit is toch wel super trippy. Kijk toch eens wat voor chaos ik maak, jongens. Oh, dit is niet best. Dat zag ik er weer. Ik zag een vliegend dier. Ik wil het vliegende dier zien. Wat voor dier vliegt daar? Kan ik erop vliegen, is de vraag. Waar was het? Dat was hier ergens. Ja, daar. Daar, kijk. Wat vliegt daar? Vliegt daar een olifant? Het is ook echt letterlijk een olifant die daar vliegt. Oh! Oh, ik ben zo dichtbij. Hij is altijd ver weg. Wat is dit? Wat is daar in de verte? Ik wil weten wat daar in de verte is. Kan ik daarheen? Laat me er langs. Ik kan dus gewoon langs hem rennen. Ik ben nu dus in een secret area. Oké, ik kan er dus niet heen. Laten we dan even kijken wat dit rare lichtje is. Want ik heb echt geen idee. Play, wat is dit? Koud, hello. Kijk, ik moet zoveel mogelijk... Kijk, heel goed. Ik weet niet wat het is. Ik ben letterlijk aan het verlies van de koe. Dit is niet goed. Oh, nee. Kijk. Oh. Ik ken dit spel niet. Ik ken dit spel niet. Maar ik heb gewonnen. Hey, ik heb gewonnen van de koe met het tekenspel. Ik weet niet of ik daar heel trots op moet zijn. Ik wil gewoon like zo en dan... Ah! Ik wil nu een score... Oké, dit is niet goed. Dit is niet goed. Ik zit niet in een goede situatie. Help. 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 Ja, dit maakt het niet beter. Jimmy. En... Ah! Oh! Ik heb gescoord! Wat is deze game? Kan ik op een koe rijden? Ik zit er niet echt helemaal goed op of zo, heb ik het idee. Wat gebeurt er? Waarom vlieg ik? Wat is dit dan weer? Help. Help me. Help me, koe. Help me. Help me. Nu vraag ik me af of kan ik ook rijden in een auto? Ik kan in een auto. Oh mijn god. Oh. Ik kan rijden in een auto. Kijk, dat wist ik dus niet. En ik zie hier een looping. Hier is een hele mooie looping. En ik zie hier een rechtdoorweg voor de loop. Nee, nee. Daar gaan we! Wow! Oh! Wow! Oh mijn god, ik ben een epic gamer. Sick tricks dit, sick tricks. Let op. Dit maakt het wel een beetje minder sick. Wow!
Kijk maar gaan. Hoppakee. Dan kan ik zo. Hoppakee. Nee, nog een keer. Ik ga er nog een keer voor. En super looping. Dat was sick. Nu is de vraag, kan deze auto rijden op het water? Laten we kijken. En het antwoord is ja. Hij kan rijden op water. Kijk, wat is dat eiland? Ik wil dat eiland daar. Misschien kan ik er nu snel genoeg heen. Kijk, hij houdt me niet bij. Hij houdt me gewoon niet bij. Oh, maar hier is een scooter. Kan ik ook op een scooter rijden dan? Natuurlijk kan ik. Ik weet oprecht niet wat ik hiervan moet vinden. Ik ben een hertenhoofd. Ja, nu ben ik omgevallen. Kijk, dat is leuk. We zijn samen aan het dansen. Oh, hij doet... Zag ik dat nou goed? Doet hij een Naruto... Oh. Oh. Ja. Deed hij nou een Naruto run? Nee, niet de schapen! Oh, ik heb toch helemaal niks verkeerd gedaan. Police level 1 sheep. Ja, maar ik wilde het gebouw toch niet kapot maken. Oh nee, dit is niet goed. Ik wilde die man... Oh nee, nee, ik was nog niet klaar. Oh nee, dit is niet goed. Oh, gelukkig kan ik hier een AK oppakken. Equip. Oh, ik heb het nu als horns. Nee. Dit is wel een hele coole cutscene trouwens. Dit is wel heel cool. Oh, ik zit nu echt helemaal onder de wapens. Ik heb nu gewoon superveel wapens. Oh, hier is nog iemand die geen deer is. Nee, dit is chaos. Dit is pure chaos. Dit is niet de bedoeling. Oh nee. Nee, we zijn nog een level omhoog. Oh nee, het is een konijn. Oh nee, die zijn het ergst. Die zijn letterlijk het ergst. Jongens, bescherm me met je Naruto run. Wat gebeurt... Wow. Oh nee. Ah. What the fuck was dit nou weer? Dat dacht ik al. Alle gebouwen zijn er gewoon weer. You have defeated the cops. Wat? Ik heb gewoon de... Ik heb de politie... Oh, ik heb de politie verslagen. Oké, dat is goed. Kijk ze... Kijk ze allemaal naar gaan dan. Oh my god, wat heb ik veel. Holy shit. Oh. Oh. Oh, nu komt er mee. Ik kan dus de politie gewoon verslaan ook. Dus er is een mogelijkheid dat de politie verslagen kan worden. Hun maken alles gewoon... Oh jezus, ik zit in een gebouw. Dan kunnen ze me niet kapot maken. Waar zijn allemaal Naruto Run mensen dan? Ik had zoveel mensen. Zijn ze allemaal dood? Jongens, check dit. De hele map is weg. Alles in het dorpje is kapot. Er leeft niks meer. Het enige wat leeft is een koala. Dus als ik hier een koe op leg, wil je zeggen dat het knopje ingedrukt wordt. Kijk, dan is het goed, toch? Kijk. Dan krijgen we een cutscene zo te zien. En wat krijgen we dan? Wat is dit? Een metal deer. Oké, metal deer solid, of niet? Oh nee. Nu is het mijn missie om die koala dood te maken. Nee! Oh my fucking god. Ik zal niet rusten tot die koala dood is. Oh mijn god, die koala moet gewoon dood. Dit kan nog wel een heel goed plekje zijn, dit. Oh mijn god, hij kan gewoon klippen door het gebouw. Ik geloof niet dat er iemand bestaat op deze wereld die die koala heeft doodgemaakt, gewoon. Ja, dit is best wel een anticlimax. Mag ik weer naar beneden? Mag ik gewoon weer naar... Het was niet mijn bedoeling om zo hoog te gaan. Ik wil eigenlijk gewoon weer naar beneden. Mag ik alsjeblieft gewoon naar beneden? Oh god. Ik heb hem neer! Oh, maar... Ik heb hem neer. Ik heb de koala zo fucking neer. Ik heb de koala helemaal dood. Kijk, nu is het tijd om echte chaos te maken. Moet je toch eens kijken. Alle huizen in deze map zijn gewoon weg. En een dode koala ligt er ook bij. Alles en iedereen is dood. Maar nu, weet je waar ik nu eigenlijk heen wil vliegen? Ik wil nu even kijken wat die gigantische vliegende vis daar doet. Gaat hij mij dood maken of kan ik het niet? Oh mijn god, dit is... Oh, hij is dood. Deze hele wereld is voor mij.